Hi, welkom in ons weeshuis. Jee, ik krijg eindelijk een zusje. Zeg hallo tegen April. Oh, ze is zo schattig. We worden de beste vrienden ooit. Ah, wat is dat? Er is een vleermuis. Durf je mij een vleermuis te noemen? Dit is verschrikkelijk. Ik kan zo'n zus niet aan. Laten we eens gaan kijken naar enkele andere opties. Hier, kijk eens naar Carrie. Hallo daar, maatje. Wil je vrienden zijn? We zouden je zo graag adopteren. Oh, jullie zijn helemaal schattig samen. Dus zo is het, hè? Ik laat je hiervoor boeten. Nou, laten we je naar huis brengen, Carrie. Oh, ik denk het niet. Oh-oh, wie is daar? Hey, wacht op mij. Je zult het hier geweldig vinden, Carrie. Huh? Wat is er, zus? Ik denk dat ik verkouden ben. Ik voel me niet zo goed. Dat lijkt niet op een verkoudheid, zus. Houd het voor mij vast. Eeuw! Oké, je moet gaan liggen en een beetje rusten. Wil je wat warme melk? Ik drink liever wat bloed. Hey! Wacht even, Carrie. We komen hier wel doorheen. Aha! Wat water is precies wat je nu nodig hebt. Kom op, Carrie, word wakker. Alsjeblieft, zus. Ik laat het niet op deze manier eindigen. Oké, maak je klaar, maatje. Charge! En nog een keer. Word wakker, alsjeblieft. Carrie? Oh, nee. We hebben een dokter nodig. Oké, laten we eens kijken. Op het eerste gezicht ziet het er niet zo slecht uit. Oeps. Nou, haar reflexen zijn tenminste in orde. Dat is goed, toch, dokter? Laten we doorgaan. Oh, wat hebben we hier? Het lijkt op bijtsporen. Haar lichaamstemperatuur is erg laag. Wat een merkwaardige toestand. Waarom kijken we niet ook naar haar tanden? Wauw, wat een enorme hoektanden. Ik heb geen idee hoe ik haar moet diagnosticeren. Deze symptomen zijn zo vreemd. Oh, ik begrijp het nu. Carrie is een vampier. We hebben per ongeluk een monster geadopteerd. Oh, Lori, wees niet bang. Vampieren bestaan niet. Daar ben ik niet zo zeker van. Oh, heb je dat gezien, mama? Vampieren! Oh, dat is hilarisch. Mam, kijk uit. Hey, dat wilde ik eten. Lori, let alsjeblieft op waar je heen gaat. Hi, mama. Oh, Carrie, je bent beter geworden. Dat is prachtig. Vanaf nu kun je maar beter oppassen. Dat is gewoon niet eerlijk. Laten we je instoppen, Carrie. Mam, meen je dat? Zie je niet dat ze een vampier is? Mama, laat me hier alsjeblieft niet alleen achter. Ze gaat me opeten. Lori, wees niet zo'n baby, lieverd. Oh, prima. Wees zo. Ik zal haar alleen afhandelen. Kusje ondood. Vaarwel, bloedzuiger. Wat? Oh, jij bent een lastige, hè? Ik zal niet zo gemakkelijk opgeven. Deze vampier heeft met het verkeerde meisje geknoeid. Kom op, Lori. Je kunt het je nu niet veroorloven om te slapen. Phew, zo verfrissend. Oké, ik zal even mijn ogen sluiten. Oh, wat een heerlijke geur. Het lijkt erop dat het etenstijd is. Hier kom ik, mama. Hey, wat is er met jou aan de hand? Wat? Pas op! Voedsel mag niet terugvechten. Ugh, niet zo ruw. Auw! Je zult mij niet meer zo voor de gek houden. Lori? Ga weg van mijn moeder, jij bloedzuiger. Meisjes, waarom zijn jullie twee nog wakker nu? Oeps. Mam, Lori was zo gemeen tegen mij. Oh, kom hier, jij arm ding. Lori, wees aardig voor je zus. Wel trusten, lieverd. Jij ook wel trusten, Lori. Deze familie is gedoemd.
Oké, allemaal. We hebben een nieuw meisje in onze klas. Zeg hallo tegen Carrie, jongens en meisjes. Ah, Carrie! Hallo daar, zus. Hey, wat ga je doen? Blijf uit mijn buurt, jij bloedzuiger. Kom op, Lori. Doe niet zo gek. Oké, dan. Het is tijd voor een toets. Lori, gaat het wel? Oeps, niet echt. Maar ik ben tenminste een tijdje vrij van Carrie. Nou, probeer je niet te laten afleiden. Laten we beginnen. Oeps. Oh man, dit is slecht. Ik weet het. Hey, Lori, help me. Mocht je het willen, vampier? Ach, dat is zo oneerlijk. Wat nu? Ben je er weer? Hou op! Je kunt niet zomaar afkijken. Oh, dat zullen we nog wel eens zien. Oké, laten we kijken hoe goed je het deed. Lori? Ik ben helemaal klaar. Oh, ik eerst. Helemaal niet slecht. Goed gedaan, Carrie. En wat jou betreft, Lori, je hebt een eend. Spieken wordt niet getolereerd. Ha, komt je goed van pas, nerd. Hey, wat ben jij van plan vandaag? Oh, niets groots. Ik ben gewoon aan het trainen. Kijk eens. Zo gaan we hier met vampieren om. Neem dat. Oh, het doet zo'n pijn. Iemand help. Ik ben gewond. Oké, Carrie, laten we hier niets overhaast doen. Dit spul is zo lekker. En ik ben zo hongerig. Oké, zus, je training is voorbij. Ik kom je halen. Waar ben je? Je kunt je niet voor mij verstoppen. Kan je zien, bestie? Blijf uit mijn buurt. Ik zal je op de een of andere manier vangen. Hou op! Ik smaak verschrikkelijk. Kom niet dichterbij. Nee, echt niet. Oeps. Stop. Phew. Wat mijn mama's favoriete vaas bijna kapot gemaakt. Alsjeblieft, meiden. Doe rustig aan. Hey. Oh jee, kijk eens naar de puinhoop die je hebt gemaakt. Maak deze plek schoon. Nu meteen, jullie twee. Dit is nog niet voorbij, Lori. We zullen zien wie er bovenaan komt. Oh, het weer van vandaag is perfect voor een picknick. Is dat niet zo, meisjes? Dat is het echt. Auw, dat doet pijn. Lori, stop. Mijn fout, zus. Dat zal ik niet nog een keer doen. Ugh, meer onzin, echt waar. Het lijkt erop dat het tijd is om deze plek op te ruimen. What? Carrie, waar ben je naartoe gegaan? Huh? Is dat een vampierjager? Mam, we hebben een probleem. Ugh, natuurlijk zou je op zo'n moment aan het mediteren zijn. Eindelijk heb ik je opgejaagd, monster. Je komt hier niet uit. Deze kettingen zijn massief zilver. Haha, op deze manier kun je mij niets doen. Probeer het maar niet. Man, ben ik hier goed in of zo? Geef geen antwoord, dat weet ik zeker. Nou, tijd om afscheid te nemen. Niet vandaag, slechterik. Laat haar gaan. Anders doe ik je zo erg pijn. Yes. Kunnen we hierover praten? Oh. Ha, in de roos. Goed gedaan. Je hebt haar goed. Bedankt voor de hulp, vriend. Nu zal deze vampier nooit meer iemand pijn doen. Mocht je willen. Vampieren geven niet zo gemakkelijk op. Kom op, laten we dit doen. Huh? Waar is ze heen? Blijf daar. Oké, dat was eigenlijk best gaaf. Hier ben ik, maatje. Oh nee! Oké, zus. Hij heeft er genoeg van. Ik denk dat je gelijk hebt, Glory. Yes. We hebben deze situatie redelijk goed aangepakt, hè? Jack, ben jij dat? Hi. Je gaat de les toch niet weer overslaan, toch, Lori? Hey. Hallo, Arden en Lori. Ben je verliefd geworden of zo? Nee, ik? Nou, misschien een klein beetje. Daar kunnen we mee werken. Oké, Jack, kom hier. Oh, jij bent het. Ugh, verdwaal jij, loser. Oh, dat had je niet moeten zeggen. Je bent verliefd op Lori. Ik ben verliefd op Lori. Nou, Jack, kunnen we dit nog een keer proberen? Ik hou van je. Wil je mijn vriendin zijn? Hey, moet jij nu niet in de les zijn? Ik geef niet meer om studeren. Hier, Lori, dit is voor jou. Wat denk je dat je aan het doen bent?
Dat is het, ik bel je ouders. Huh? Wat is hier aan de hand? En waarom ben je naakt? Detentie. Dit was te ver, jonge dame. Schiet nu op en ga naar de les. Ik denk dat het nooit de bedoeling was. Jonge liefde, heb ik gelijk. Nou, hij heeft me tenminste wel veel cadeaus gegeven. Hier, heb er een paar. Dit spul ziet er zo lekker uit. Nou, tijd om te eten. Hey, loser. Deel daar iets van met je klasgenoten. Hey, geef het terug. Het is van mij. Niet meer. Accepteer het gewoon, Lori. Je bent een loser. Oh, wat maakt mij lastig te vallen, Dennis? Ik zal mijn lunch toch wel opeten. Hey, Narcis. Hoe gaat het met jou? Dennis heeft me weer gepest. Oh, niemand pest mijn zus, behalve ik. Oh, wees voorzichtig. Is hij dat, zus? Jij was een hele slechte jongen. Wil je daar wat van? Oh, nee, bedankt. Ik eet liever een burger. Oh, zeker. Alsjeblieft, Glory. Oh, bedankt, Carrie. Je bent geweldig. Oh, nee. Ik zit onder de puistjes. Oh, ik weet zeker dat we dit op de een of andere manier kunnen oplossen. Oeps. Kijk eens wat ik heb allemaal. Hé, dat is Carton of Ben Ben. Zo cool. Ja, maar ik kan dit level nog steeds niet verslaan. Ugh. Tyler is zo hot. We zijn gewoon bedoeld om samen te zijn. Geef me een kus, liefje. Kijk, Lori is weer een loser. Weet je niet dat mijn hart aan Opila Bird toebehoort? Opila Bird is de best. Tot later, nerd. Auw! Wil ik net als Opila Bird worden? Natuurlijk wil ik dat. Een Opila Beauty Box. Wow, wat een vreemde gloed. Welkom bij je gevederde makeover, Lori. Wat is dat? Ziet eruit als een makeover checklist van Opila Bird. Er is nog zoveel te doen. Wat als ik het verprut? Geef niet zo snel op, Lori. Oké, laten we het eens proberen, denk ik. Ugh, ik heb het alleen maar erger gemaakt. Wacht even. Dit moet een teken zijn van een grotere macht. Ik weet zeker dat dit bummelmasker mij hierbij zal helpen. Breng het gewoon in een mooie, gelijkmatige laag aan. Zoals dit. En nu neem wat vrije tijd. Het masker gaat al het werk voor je doen. Oh, kijk eens naar al die bubbels. Nu is het tijd om een schraper te pakken. Gebruik zachte, delicate bewegingen om het masker te verwijderen. Wow, mijn huid is nu zo glad. Maar oh, ik heb zo'n jeuk. Het lijkt erop dat Lori ook haar oren moet schoonmaken. Wow, wat een raar apparaat. Deze handige gadget gaat ons helpen veel nieuwe dingen over onszelf te leren. Is dat een vogelnest? Gelukkig is Air Cleaner 3000 het perfecte hulpmiddel om dit soort rommel op te ruimen. Eeuw, vies. Wacht even, ik ben nog niet klaar. Oh, zo schattig. Dit eiwitmasker gaat wonderen doen voor onze huid. Het zal Lori helpen om van al die vervelende mee-eters af te komen. Laten we ook de elektrische borstel uitbreken. Hierdoor wordt de behandeling een stuk effectiever. Bam, bam, en we zijn klaar. Nice, ik deed het. Ach, dingen blijven maar tussen mijn tanden steken. Wow, wat een mooie vlinder. Ben ik dat echt? Oké, dit vraagt om noodmaatregelen. Gelukkig werd onze beautybox geleverd met een monddouche. Het is perfect voor het reinigen van onze tanden. Hey, dit is eigenlijk best leuk. Onze tanden zijn nu sprankelend schoon. Laten we het nu verfraaien met enkele strassteentjes. Lekker roze, net als de veren van Opila Bird. Heel schattig. Threading is de beste manier om je wenkbrauwen vorm te geven. Het is tijd om al dat extra haar kwijt te raken. Hey, het werkte echt. Achoo! Holy moly. Mijn arme wenkbrauw. Ik denk dat ik gewoon een neppen moet tekenen. Ja, hoe moeilijk kan het zijn?
klaar. Daar gaan we. Oh nee, dit is een ramp. Wat zou Opila Bird in mijn plaats doen? Ik weet het niet. Ik ben haar tenslotte niet. Gebruik gewoon dit stencil. Oh, bedankt. Mijn wenkbrauwen zijn nu gered. Plaats gewoon het stencil op zijn plaats en vul het met mascara. Deze keer doe ik het goed. Het is absoluut perfect. Laten we nu voor onze manicure zorgen. Prima, hoe beginnen we überhaupt? Oh, ik weet het. Hallo daar, kleine vriend. Ik leen deze even. Het spijt me echt, maar het is voor het algemeen belang. Aloe-sap is echt goed voor je huid. En deze borstel gaat ons helpen al het vuil te verwijderen. Laten we nu eens kijken naar de extensies. Breng gewoon nagellijm aan en zet ze erop. Ziet er best goed uit, maar is dat niet een beetje saai? Hallo daar, meneer Octopus. Ik heb wat van je inkt nodig, oké? En dus, met deze eenvoudige stappen is onze manicure verzorgd. Wauw, heel erg bedankt, vriend. Zelfs Opila Bird zelf zou dolgraag nagels zoals de onze willen hebben. Nou, tot nu toe gaat het goed. Dat werkt niet. De wakstrips gaan ons helpen dit probleem op te lossen. Lori weet echter niet hoe ze ze moet gebruiken. Ah! Weet je wat? Ik doe dit niet. Hallo? Ja, ik heb je hulp hier nodig. Hallo, je hebt granen besteld, toch? Dat heb ik gedaan. Heel erg bedankt. Kom op en kom hier. Trakteer jezelf allemaal. Hallo daar, meneer Raaf. Geniet van je maaltijd. Bedankt voor de tractatie, Lori. Dat kietelt. Wauw, het werkte echt. Opila Bird-stijl is helemaal niet moeilijk om uit te voeren. Maar wat ga ik doen aan mijn ongelijkmatige huidskleur? Daar gaat deze mousse foundation voor zorgen. En deze marshmallow komt in de plaats van een make-up spons. Laten we het eens proberen. Ga je gang en breng een mooie, gelijkmatige laag aan. Hey maatje, kun je mij hier een plezier mee doen? Zeker, Lori. Nom, nom, nom. Bedankt voor de hulp. Laten we nu wat roze kleur op onze ogen aanbrengen. Ik mis nog steeds iets. Deze wimper-extensions zullen echt de aandacht op onze ogen vestigen. Ach, ik denk dat ik toch echt iets te eten moet gaan halen. Lori's favoriete gerecht zijn gebakken eieren. Oeps, je zou dit echt niet moeten zien, vriend. Nou, eet smakelijk voor mij. Hé, dat is een idee. Waarom gebruiken we het eikgeel niet als liptint? Mooi en helder. Maar wat moet ik met mijn haar doen? Deze look lijkt helemaal niet op Opila Bird. Ik heb het gehad met deze roos. Wow, is dat geen verrassing? La 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 la. Het lijkt erop dat Lori Sang bezoekers trok. Oh, je bent zo mooi. Nou, laten we deze lont aansteken. Laten we eens kijken hoe dit uitpakt. Wauw, het is allemaal zo helder en roze. Dit is pas het kapsel van mijn dromen. Oké, mijn haar is verzorgd. Nu hoeven we alleen nog maar aan onze outfit te werken. Zoals altijd staat de Opila Beauty Box klaar om je te helpen. Laten we eens kijken wat we hier hebben. Deze schoenen zijn zo stijlvol. Zei je dat net echt? Ah! Het spijt me, maar ik heb deze harder nodig dan jij. Het is gewoon mijn maat. Ik denk dat de oude jurk van mijn oma het voorlopig prima zal doen. Eeuw, denk het niet. Eigenlijk weet ik precies hoe ik dit moet oplossen. Het enige dat we daarvoor nodig hebben is een gewoon verenkussen. Oh man, dit wordt zo cool. Is dat een Opila vogel-ei? Opila Bird, ben jij er? Dat voelt als een aardbeving. Wow, wat een leuke verrassing.
Opila Bird, ik hou van je. Wat? Ik kan niet uitgaan met een smerige kerel als jij. Nu is Prankster iemand die meer mijn snelheid heeft. Tot ziens, loser. Oh, en hier. Dat zou je kunnen gebruiken. Haha, dat is pas een idee. Prankster, laten we gaan. Tot ziens. Oké, dames. Handen omhoog. Dit is een overval. Oh, je bent zo schattig. Wil je niet mijn puddingje zijn? Ja, wees niet verlegen, maatje. Ha, echt niet. Ja, heb je gezicht wel gezien? Blijf dromen, nerd. Oh. Waar ben ik eigenlijk? Lijkt een beetje op een schoonheidssalon. Oh, ze is zo mooi. Ik wou dat ik op haar kon lijken. En kijk, daar zijn zelfs richtlijnen voor. Dus de eerste stap is het reinigen van je huid. Wat kun je daarmee bedoelen? Oh ja. Nu snap ik het. Ik moet van die puistjes af. Je komt nooit van ons af, maatje. Blijf weg. Blijf van me af. Oh, nu heb je het te pakken. Ik activeer de kloonmodus. Je krijgt er spijt van als je met mij rotzooit. Ha. Het is gelukt. Oh nee, nu zijn er nog meer. Je bent precies wat ik zocht. Laat me nu niet in de steek. Oké, schurken. Jullie zijn er geweest. Daar ben je, schurk. Hé, kunnen we dit niet doen? Tijd om afscheid te nemen. Je kunt je voor mij niet verstoppen. Ik zie je. Ga van het gezicht af van het arme meisje. Hé, waar zit je verstopt? Laat hem alsjeblieft niet zien. Komt tevoorschijn, lafaard. Haha, ik heb je gevonden. Je kunt niet van me wegrennen. Nou, heeft het gewerkt? Het is gelukt. Yay. Joepie. Oké, heldere huid, check. Wat staat er nu op onze agenda? Eens kijken. Ugh. Kijk eens naar die vervelende mee-eters. Laten we een klein feestje bouwen. Ik moet ze kwijt. Nee. Dat gaat niet. Dat ook niet. Oh, waar kom jij vandaan? Wat? Ik denk dat ik het wel kan gebruiken. Waarschijnlijk. Hulp nodig met je mee-eters? Ik ben aan het werk. Aha, daar zijn ze. Je feestje is voorbereid. Dit kun je niet maken. Iemand, help! Red ons! Oké, eens kijken. Eeuw, goor. Zo is het genoeg. Goodbye. Onze vriendschap is voorbij. Wat is er mis met me? Oh nee, alles behalve dat. Lijkt een beetje op... chocolade? Ik ben mijn lunch helemaal vergeten. Oh nee, mijn tand. Oké, tijd voor wat plezier. Let's go. Deze tanden zijn op. Dit is nu ons terrein. Goed gedaan, zus. Oh, het doet zo'n pijn. Dit kan niet goed zijn. Wat is er eigenlijk aan de hand? Maar jij bent degene die ik nodig heb. Het is de mondhygiëne-inspectie. Ik heb hier papieren voor je arrestatie. Laten we hier weggaan. Dat is veel beter. Laten we deze plek nu opruimen. Oké, helemaal klaar. Dit is ongelooflijk. Maar mijn tong kan nog wel beter. Nou, laten we kijken wat we daaraan kunnen doen. Zie je wat ik zie, vriend? Ja, absoluut mogelijk. Nou, tijd om schoon te maken. Laten we dit doen. Joe, het is gelukt. En nu, tijd voor het spannendste gedeelte. Laten we een wedstrijdje houden. Kom op, sneller, sneller. Goed gedaan, maatje. High five. Deze piercing staat me geweldig. Nou eens kijken wat er nu komt. Een snor? Wat bedoel je daarmee? Juist. Laten we gaan. Wow, dit ding is zo cool. Maar jij bent degene die ik nodig heb.
Jij helpt me met mijn makeover, toch? Oké, laten we dit doen. Hallo? Ik wil mijn haar laten stylen. En het modieus maken. Natuurlijk. Dit is een beetje te out there. Dit gaat niet. Laten we doorgaan. Wow, jij bent echt kieskeurig. Maar ik denk dat ik nu weet wat ik moet doen. Vertrouw me, maatje. Achoo! Eigenlijk vind ik het wel leuk. Het is precies wat ik wilde. Dat is geweldig. Dat is het. Mijn snor is weg. Achoo! Oh man, mijn fout. Wacht even. Ik ruim het op. Achoo! Eeuw. Ik zweer dat het niet mijn bedoeling is om... Eeuw. Zulke dingen kun je niet zomaar doen. Sorry, maar... Ik laat je nu gaan. Hoe kon je dit doen? Oké, ik kan dit. Zo moeilijk kan het toch niet zijn? Dus er moet wat schoongemaakt worden, hè? Nou, ik ga aan de slag. Je bent de verkeerde man gerotzooid. Tijd om mijn schaar te ontmoeten. Hoe vind je dat? Oh, maak je geen zorgen. Ik zal ook voor jou zorgen. Oef! Had ik niet moeten doen. Je hebt me goed geholpen, maatje. Ga je gang en rust wat uit. Laten we nu dit laatste detail toevoegen. Deze makeover gaat tot nu toe geweldig. Kom terug. Oh, kijk eens naar al dat haar. Dit gaat helemaal niet. Het is weer tijd voor Hardy om op te treden. En jij gaat me daarbij helpen, toch? Hier is veel schuim voor nodig. Laten we aan de slag gaan. Denk hier niet eens aan. Deze benen zijn onze grond. Oh, echt? Ik ga jullie op de een of andere manier lossnijden. Dat willen we wel eens zien proberen. Pak aan. Je zit nu in de val. Geef op. Waar is hij? Oké, tijd voor ronde 2. Je zit er nu middenin. Oh, oeps. Oh, dat doet pijn. Ik heb een pleister nodig. Oh man, dit ziet er niet goed uit. Dit gaat wat werk kosten. Maar ik ga de uitdaging aan. Oké, heet spul, ik ben klaar hier. Hé, de kust is veilig. Ja. Laten we je een tatoeage of 2 geven. Dit is pas echt de kunst. Oh, ik heb niks gedaan. Blijf staan. De procedure was een succes. Mijn benen zijn zo glad en mooi nu. En nu is het tijd voor make-up. Mooi. Is dat voor mij? Nice, bedankt. Nou, laten we beginnen met huidskleur. Zo moeilijk kan het toch niet zijn? Oké, applaus voor de kampioen, iedereen. Bereid je voor om versteld te staan. Ik ben gefocust, ik ben in mijn element. Oh, en nog één ding. De kampioen moet zich opladen met een foundation smoothie. 3, 2, 1 en gaan. Woehoe! Hey, het heeft echt geholpen. Ik zie er nu uit als een echte supermodel. De volgende stap is Hardy's klassieke oogschaduw. Ga aan de slag. Kom op, maatje. Zweef als een vlinder. Steek als een bij. Harder, harder. Wees nu geen watje. Je deed het geweldig, topper. We hebben Hardy echt geholpen. Ik denk dat ik hier echt talent voor heb. Oh, ik ben je niet vergeten, maatje. Mijn schat. Hoe kan ik u van dienst zijn, mijn schone dame? Alles wat ik nodig heb is een klein kusje. Ah, nog niet, Hardy. Focus. Rood gaat nooit te mode. Puddingje, je bent net zo goed als van mij. Ja, gebeurt niet, Hardy. Oh, je bent zo schattig. Hey, dat is leuk. Maar je haar. Eeuw. Je hebt gelijk, liefje. Ik zal mezelf voor je omkleden. Oh, dit is een ramp. Mijn haar zit vreselijk. Oh, doet pijn. Iemand, help. Ik zit hier vast. Eens kijken wat je van dit vindt. Een beetje van dit spul lost al mijn problemen op. Zo te zien zit je hier helemaal in de knoop. Wees voorzichtig. Bedankt voor de hulp, schatje.
Kies ik rood of blauw? Ja. Eigenlijk ga ik voor allebei. Aha. Oké, het is tijd om los te gaan. Oh, hier heb ik op gewacht. Rood en blauw gaan goed samen. Phew, het is ons gelukt. Ah, daar ben je. Oh, laten we nog een beetje extra doen. Nou, hoe zie ik eruit? Niet zeggen. Fabelachtig slecht, toch? Maar elke schurk heeft een stijlvol kostuum nodig. Laten we daarvoor zorgen. Wat moet ik nu kiezen? Oh, dit is onverwacht. Maar ik mag geen tijd meer verliezen. Ja. Laten we de was doen. Oké, dit moet lukken. Oh, is het al klaar? Dat was snel. Mooi. What? Waar zijn nu mijn spullen? Ugh, kom op. Niet zo snel. Oh, daar is mijn outfit. Perfect. Oh, en daar zijn de accessoires ook. Laten we opschieten en ze omdoen. Ik hou van deze nieuwe look. Met de visnetten kan het ook niet misgaan. Je ziet er geweldig uit daar bij deze bestie. Kijk uit, maatje. Waag het niet. Nou, puddingje. Hier kom ik. Maar ik moet stil zijn. Laten we er een verrassing van maken. Hallo, puddingje. Hoe gaat het vandaag? Oh, hoe zou je het vinden om een hulpje te hebben om je te helpen? Je zou het aanbod moeten aannemen, maatje. Ze accepteert geen nee. Natuurlijk, hier. Hier krijg je geen spijt van. We zullen de gemeenste schurken ooit zijn.